Het Duitse roddeltijdschrift Die Actuelle ligt onder vuur nadat er een interview met Michael Schumacher is uitgebracht. Het bleek uiteindelijk om een nep interview te gaan dat was geschreven door AI. De familie van de zevenvoudig wereldkampioen is nu van plan om juridische stappen te nemen. Mijn leven is compleet veranderd, zo klonk de titel van het zogenaamd interview van die actuelle, die beweerde dus met Schumacher zelf gesproken te hebben. Het was een verschrikkelijke tijd voor mijn vrouw, mijn kinderen en mijn hele familie. Ik was zo zwaar gewond dat ik voor maanden in een kunstmatige gekomen lag omdat mijn lichaam het anders allemaal niet aankon. Ik heb een zware tijd gehad, maar het ziekenhuisteam heeft mij weer terug bij mijn familie weten te krijgen. Zo werd dus door het AI-programma geschreven. Na onderzoek van de Times blijkt dat de bron waar het interview vandaan komt, character.ai heet, een AI-chatbot. Deze chatbot kan antwoorden geven vanuit verschillende beroemde figuren, waaronder dus ook de legendarische Schumacher. En Robert Doornbos werd vorige maand beroofd van zijn telefoon en dure horloge in Amsterdam. Maar inmiddels heeft de politie gemeld dat er een vermoedelijke dader die te maken heeft met het overval is opgepakt. De verdachte is in volledige beperking gezet, waardoor hij momenteel alleen met zijn advocaat mag communiceren. Doornbos zelf is er inmiddels uh, weer wat luchtiger over en uh, laat weten geen dure horloges meer te dragen. Alleen nog maar een Apple Watch. In ieder geval, zo grapte hij tegenover RTL Boulevard. Ondertussen zoekt de politie Amsterdam nog wel verder naar een tweede verdachte. Michelin bevestigt dat het geen toekomst heeft in de Formule 1 en dus Pirelli niet zal gaan vervangen. De Franse bandenfabrikant en de Formule 1 kunnen maar niet eens worden over de rol dat het rubber moet gaan spelen tijdens een Grand Prix. Michelin zou alleen een terugkeer willen maken in de Formule 1 als de technologie de prioriteit is. Ja, dat is waar de Fransen het voor willen doen en niet voor de show of voor de naamsbekendheid. Ja, het raceweekend door de straten van Azerbeidzjan kruipt langzaam maar zeker dichterbij. Dus wij dachten een perfect moment om alvast het tijdschema met jullie door te nemen. Vrijdag 28 april om half 12 gaat de eerste vrijtraining van start. Gevolgd door de kwalificatie voor de sprintrace. Want het is inderdaad een sprintraceweekend. Die begint om 3 uur. Zaterdag 29 april is om half 12 de tweede vrijtraining gepland. Gevolgd door de sprintrace om half 4 in de middag. Ja, de Grand Prix zelf, de race van Azerbeidzjan wordt op zondag 30 april om 1 uur in de middag verreden. Was hem dan, dan het GPF nieuws van de donderdagmiddag. Vond je dit een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!